Yo, 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 wat is up iedereen? Het is de gamer. Vandaag maken wij een nieuwe video. Deze video is over Mine Network. play.mynetwork.nl. Dat is een cat of een server. Echt zalig. Ik heb er niet veel op kunnen spelen. Ik heb geen video's over kunnen maken. Ik ga er nu pas over hebben. Ik ga geen huis aan maken, maar mijn Minecraft account was voor de zoveelste keer broken. En het zou normaal moeten werken. Dus ja, ik hoop dat het allemaal werkt nu. En vandaag gaan we een kleine sneak peek doen op Mindtopia. Dus het is een Mindtopia, zoals jullie kunnen zien. Heel mooie city, gebouwd door Kevin Ruiken en een paar andere mensen. Kei mooi allemaal. En ik ben blij dat ik terug op de server kan, want het was niet plezant om er niet op te kunnen in ieder geval. Ja, dat was echt niet plezant, maar ik kan er weer op, dus dat is opgelost. Oké, lol. Geen permission. De server is niet zo nieuw. Hij is redelijk nieuw dus. En je kunt nog niet TPA of zo. Dus ja. Dat zouden ze moeten toevoegen. Kevin, als je dit ziet, voor alsjeblieft TPA toe. Want het gaat zo ook wel, maar. Kevin vragen. Zeg iedereen dan. Kevin vragen. Permission. Plugin aan te passen. Oké. Voilà. En nu even rondkijken. Sorry, ik was even aan het praten met je gast. Het is belangrijk dat je praat met de mensen waarmee je speelt. Dus voilà. Dit is dan een heel mooi huis, vind ik al. Ik weet niet wat het allemaal is, maar ja, ik vind het keis gewoon al. Als je deze allemaal ziet, hoe lang dat ze hier al aan werk hebben gehad, ik wil het zelfs niet weten. Maar dit is echt mijn. Ik ben hier al een beetje aan het rondkijken geweest, vandaar dat ik het zo een beetje weet. Dit is eigenlijk een. What the fuck, man? Oké. Okay. Dit is een keis gewoon huis. Als je deze ziet, dat is echt kei mooi. En ik vind deze al een prachtig huis. Als ik deze zie, ik zou er zo kunnen wonen. Zo simpel. Easy to decide, ja. Heel easy zelfs. En even mijn chat openen, want voor ik het weer vergeet, ga ik nog eventjes dit doen. Voilà. En ik was even mijn notities aan het openen, dat ik weet waar ik over moet praten, want dat is niet altijd even handig. Deze hier zijn gewoon torens eigenlijk. Ik weet niet alles over deze server. Ik weet er heel weinig over zelfs, omdat ik niet veel kans heb gehad om erop te kunnen gaan met de crashes van mijn account. Maar ik vind deze toch al op zich een heel mooi iets. Dit gebouw. Ik denk dat een jump parkour moest voorstellen. Want het ligt een beetje aan Flarden. Precies. En ja. Dat is ergens spijt. Sommige dingen zijn ontploft precies. Dat valt mij op. Oeh, shit. En dat is een beetje minder, maar ja. Dat is een beetje minder. En dit is ook een redelijk mooi eigenlijk. Wauw, dit is echt wel niet slecht. What the hell. Zo hoog. Dit gebouwd heeft deze. Kevin en Dan van der Westen, proficiat. Wacht even. Oké, dus ik zeg nogmaals, Kevin en Daan van den Westen, proficiat, het is heel schoon gemaakt. Ik kan er niet aan uit hoe je dat gedaan hebt. What the fuck, ik ben er echt van onder de indruk dat ze deze allemaal kunnen maken, echt waar, what the hell. Als je deze hier alleen ziet, we gaan eens naar beneden gaan. We moeten snel naar beneden gaan. En ik vind dit echt zo mooi. Ik ben hier niet aan het zeveren, ik heb hier dan wel een rang gekregen van, Kevin en zo. Ik ben er niet aan het zeven voor mensen binnen te krijgen. Ik vind het genuinely, eerlijk waar, heel mooi. Ik zelf ga redelijk goed bouwen in de MSI, maar ja. Dit is nog een tangentje moeilijker dan wat ik kan. Fifth. Voilà, opgelost. What the fuck?
Oké, okay, maar daar kan ik het niet over doen. En dit is echt een tandje beter, maar ik eigenlijk kan. Ik vind dit al persoonlijk heel mooi. En het is toevallig met de sneak peek binnengekomen ben, want ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik join de server in een TPL en dan kom ik in Mindtopia. En ik zo van, what the fuck? En ineens ben ik daar en dat is van, wauw. Eerst, what the fuck? Dan, wauw. En dan, yeah. Zo klonk het een beetje als ik hier was. Voilà. Wauw, what the fuck, dit is zo schoon. En ik blijf het herhalen, dit is mega cool. Dat is echt mega cool, dat zeg ik het nu gewoon zelf. Mijn Topia in onderhoud, survival mini. Ah, een krediet hebben ze open, oh, leuk. Als dat werkt, is het goed. Dus dit is zo'n kleine showcase van mijn Topia. Ik ga echt nooit een let's play misschien op deze server doen, dat ben ik nu een beetje aan het afwachten. Hoe de server evolueert en zo. Want ik kan nu, op de huidige staat is het moeilijk om een let's play te maken van survival. En in de huidige staat, hoe leuk ik Minecraft vind, is een beetje te weinig voor een let's play te maken. Voor een let's play te maken moet ik er zin in hebben. En ja, ik vind Minecraft een heel leuk spel, begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat meestal even van, even leuk. En dan komt er een tijd dat ik denk van, ik heb 5 maanden niet kunnen spelen. En door die 5 maanden dat mijn account dus kapot was, plus even dat werk naar en toe, tja, dan was het minder leuk. Dus dat is eigenlijk de fout van Mojang dat mijn Minecraft zo hard gebugd is. En ik weet echt niet wat er gebeurd is ermee. Maar ik kon letterlijk niks doen op Minecraft. Dus ja, ik kon niet inloggen of niks. Hint, hint. Ik weet het is een beetje een ramble video, maar ik vind het echt. Ik zou niet weten wat ik moet zeggen. Allee. Het is heel simpel. Dus vreet gewoon hier. En al diegenen die ook willen komen, play.mynetwork. Mynetwork.nl staat hier. Misschien zo is dat. Play. Mynetwork.nl. Oké, dat is kei tof. En ik vind het echt, dit is machtig, ongelooflijk. En ja, dat is zo'n beetje de video. Ik weet dat het nou misschien een rare video is voor iedereen, want het is gewoon lekker Mindtopia kijken. En ja, het is heel schoon. Geniet gewoon van de view, zou ik zeggen. Dat is alles wat ik nog te zeggen heb eigenlijk, want. Dus een beetje overal aan het rondvliegen voor een beetje een idee te geven hoe het eruit ziet. Er zijn al spelers die het gezien hebben, zoals Kolossaal, 2 Joran Skills, Gamerenoop, Wolfs, Bane X en Admin, dacht ik. Dviv Seeds en Kevin Ruiken, dat ook nog logisch genoeg. Die hebben het allemaal al gezien, dus ja, die kennen het al. Maar wij, mijn kijkers, die gaan hopelijk nog komen. Want ik hoop dat jullie allemaal komen, lijkt massaal zelfs. Ik hoop dat jullie allemaal met de 400 bijna, allemaal naar deze server komen en de boel laten exploderen. Alsjeblieft, niet letterlijk, hè, want als je de boel laat exploderen, is dat heel kwaad op mij. En op jullie ook natuurlijk, want ja. Enable the locate sign. Goed. Oké, fine. What the fuck? En this is wat ik bedoel. What the hell? Oh my god, ik moet naar boven. Boink. Dat is echt wel niet slecht, dat fuck, jongen. Check deze allemaal, dat hell. Echt waar, niet te. Holy fucking ballers. Dit is nog schoner dan ik me had ingebeeld van binnen. Met dat water die overal langs de zijkanten vloeit. Shit, jongen, dat is echt. Dat is een beest van een toren. Wat? The fuck? Oké, dat is echt mega schoon. Maar ja. Ik denk dat we het een beetje gaan houden. Waarom ga ik het hier behouden, denk ik? Ik vind het lang genoeg 9 minuten kijken naar het gebouw. Dus voilà. Iedereen, like, comment en subscribe. Dus dat groene duimpje omhoog. De reacties daar beneden. En niet vergeten te abonneren, te reageren. En dat groene duimpje in te klikken. Abonneren, reageren, abonneren, reageren. Ik zou moeten hersenspoelen. Vooral het stukje abonneer. Maar dat is niet meer. Ik ben niet goed met hersenspoelen en manipulatie. Dus ja. Iedereen, gamer out. Ciao guys, ciao.